Zaterdagavond ontvangt NEC in de eigen Goffert FC Twente. Vorige week ging de Nijmeegse formatie in Amsterdam kansloos onderuit tegen Ajax. Hoe heeft de trainer de wedstrijd geanalyseerd? Ja, direct in de bus. Dan pakken we de laptop op en dan hebben we geanalyseerd Ajax. We hebben besproken in het trainersteam en ook dan wie we dat de team presenteren en dan de volgende dag met het team. Ja, en dan hebben we een paar beeldjes, zo wie altijd, bij iedere wedstrijd, de beeldjes gezien, analyseerd, gesproken. Maar een beetje harder, maar een beetje zachter. En probeert dan direct op Twente om te schakelen. Waar ging het mis vorige week? Was het een gebrek aan trots bij de spelers? Nee, eerstmal de kwaliteit op Ajax Amsterdam. Hè. Daar moeten we toch... Kijk, Panathinaikos Athene heeft ook geen kans tegen een B-team van Ajax. Ze hebben echt super kwaliteit. En dan, ja, we waren in de verdediging niet sterk genoeg. Ik weet helemaal niet of dat zo tactisch alles daaraan ligt. Tactisch gezien staan we altijd in de overtaal. Maar dat is toch altijd in voetbal, je moet de duelkracht krijgen. Hè? Als Dolberg tegen 3 doorgaat, dan kun je natuurlijk zeggen, goede speler. Of ons verdediger hebben helemaal niks aan streed gebracht. Of helemaal niet in de bal gegaan, niet in het lichaam van de tegenstander gegaan. En alle twee. Zo, hè? Voor ons was het geen perfecte dag, voor Ajax was het een perfecte dag. En dan komt 5-0. Moet er iets veranderen bij het elftal? Wat verwacht hij van zijn spelers? Ja, meer agressiviteit, ne? Maar heel normaal. En scherper ook aan het passen en in drucksituaties. Ja, met 1-2 spelen, also, ja, alles een beetje scherper. Dat heeft ons ook de punten gebracht. Ne? Tegen Utrecht, tegen Groningen, tegen Heerenveen, tegen Roda. En dat moeten we meer brengen weer. Elke week verandert er wel iets aan de opstelling. Wanneer krijgt het elftal vaste vorm? Ja, maar dat is natuurlijk... Maar we veranderen natuurlijk heel veel eigenlijk in de offensieve. Ik denk keeper, defensieve en middenveld staat toch altijd met dezelfde namen. En ook een beetje misschien andere ruimtes. Maar daar kijken we natuurlijk ook een beetje de tegenstander. Wie komen die? Hoe lopen ze aan? En daar bereiden we ons voor. En in de offensieve zijn we zoeken naar de doelpunten. En wat weten we van FC Twente? Goede elftal. In de offensieve zijn een hele klare sterkte. Individuele kwaliteit, ne? Met... Met Unal en ja, die andere jongens die op de vleugels komen. Ja, ik denk offensief sterker als defensief. Heeft hij beweging in het middenveld? Heeft hij opties door de as of door de vleugels? Ja, maar goed, we spelen hier in de Goffert en hebben ook een kans tegen iedere tegenstander. Iedereen fit? Ja, leuk. Iedereen fit. U hoort het, iedereen fit dus. Ja. Zaterdagavond 20:15 onder leiding van Dennis Higler. NEC FC Twente in de Goffert. Volg ons online via Facebook @AltijdN1. Op onze website n1.nl. Of via Twitter @AltijdN1. Want Nijmegen is altijd N1.